Edwin van der Sar, de voormalige doelman en internationale voetbalster, kreeg vorig jaar tijdens zijn zomervakantie in Kroatië te maken met een ernstige hersenbloeding. Onlangs gaf hij een update over zijn gezondheid tijdens een verschijning in het NOS-programma De Avondetappe op maandagavond. Hij beschreef het afgelopen jaar als buitengewoon uitdagend, gekenmerkt door talloze medische onderzoeken en een intensief herstelproces. Vanaf januari heeft hij zijn activiteiten langzaam hervat, Hoewel hij nog niet teruggekeerd is naar een competitieve omgeving. Over het algemeen is hij positief over zijn herstel en heeft hij zijn leven weer kunnen oppakken. Edwin van der Sar benadrukte dat hij nu prioriteit geeft aan een leven zonder haast. De eerste maanden stonden in het teken van fysiek herstel, gevolgd door meer genieten van het leven, inclusief vakanties en leuke activiteiten. Hij bracht bijvoorbeeld twee maanden door in Nieuw-Zeeland en genoot recentelijk van een cruise door Noorwegen. Zijn vrouw, Annemarie van der Sar deelt regelmatig updates over zijn gezondheid en heeft haar bewondering voor zijn veerkracht geuit. Ze benadrukte dat elke stap voorwaarts in zijn herstel een overwinning is en dat ze trots is op hoe hij dit alles doorstaat.